wonen in het raadhuiskwartier in Hilversum. Dat is eigenlijk wel heel erg bijzonder wonen. Ik loop zo naar de markt om even gewoon wat leuke bloemen te halen. Ik ga nu naar binnen. Ga je met me mee? En dan hier in het raadhuiskwartier de burgemeester van Hellenberg-Hubaarlaan 17. Dat is het huis wat ik jullie laat zien. De gemeente Hilversum heeft dit huis een bijzondere status gegeven. Het is namelijk een gemeentelijk monument. Dat wil zeggen dat het eigenlijk van bijzondere waarde is. Nou, dat kun je onder andere zien aan het houtsnijwerk boven de voordeur, maar ook de hele voordeur en de hele indeling van het huis is echt heel bijzonder. Ga ik maar eerst even de bloemen in de vaas zetten. Even door de vestibule. Hele opvallende vorm. En ook deze tegeltjes. De keuken is gelegen aan de achterkant. En daardoor hele mooie ramen die uitkijken op die hele leuke besloten tuin met heel veel privacy. Mooi aan de keuken is ook dat hele grote werkblad wat je hebt. Beetje iets warmer water, want dat hebben zonnebloem altijd nodig. Zo. En hier achter in de keuken is ook nog een ingang. Gewoon kom je de tuin uit. En dan nu nog even een mooie plek vinden voor deze prachtige zonnebloemen. Nou, dat is geen probleem in het huis, want het is groot genoeg. Hier een grote eetkamer. En dan daar de zitkamer. Een hoog plafond, een mooie parketvloer, hoge ramen. Echt wel een kenmerk van een huis uit het begin van de vorige eeuw. En vergeet niet de serre. En aan de voorkant hebben we dan nog een hele grote werkkamer. Heel veel ramen. Nog een extra deur. In de zitkamer hebben we die net niet gezien. Die is daar weggewerkt achter de boekenkasten. Ik denk dat ik nog even een andere plek zoek voor mijn bloemen. Ja, dan ga ik ze toch maar gewoon in de keuken zetten. Hele leuke plek hier. Tafeltje. Krantje lezen, kopje koffie erbij. Beetje naar buiten kijken, genieten van de tuin. En dan ga ik jullie nu meenemen naar de eerste verdieping. Oh ja, nee, eerst naar het tussenbordest, want daar zit de badkamer. Dit is dus dat indrukwekkende trappenhuis met hier het tussenbordest, met daar de badkamer. De badkamer is eigenlijk helemaal picobello. Lichtbad, aparte douche, dubbele vaste wastafel en toilet, dat zit nog een paar treetjes hoger. Op deze overloop, dus dat aparte toilet. In dezelfde stijl als de badkamer, gewoon helemaal af en een raampje. Dit huis heeft op de eerste verdieping 4 grote slaapkamers. En dit vindt ze eigenlijk wel mijn lievelingskamer. Mogen duidelijk zijn waarom, met dit hele grote terras. Gebouwd op de serre met een fantastisch uitzicht. Ja, op andere statige huizen in deze buurt. En tussen de eerste en de tweede slaapkamer zit een hele leuke doorloop. En die tweede slaapkamer is eigenlijk bijna net zo groot, misschien wel precies even groot als die eerste. En het mooie van deze kamer is dat je een doorloop hebt naar de vierde slaapkamer en die is nu in gebruik als kastenkamer. Oh ja, we hebben ook nog een derde slaapkamer. Mooi formaat, ook weer groot en een heel leuk uitzicht. De zolder is nu één hele grote open ruimte. Je kunt hem indelen zoals je wilt. Nu, heerlijk om lekker even wat kilometers te maken. En wil je optreden, dat is ook zelfs een heel klein podium. Hoe bijzonder is dat? En heb je nu behoefte aan meer slaapkamers, dan kun je hier makkelijk 3 slaapkamers realiseren en een grote badkamer. Je hoeft geen wandjes meer weg te breken. Dat is in ieder geval lekker makkelijk. En wil je nou zelf komen kijken naar dit hele bijzondere huis in het raadhuiskwartier, dan kun je natuurlijk een afspraak met ons maken. We zijn op heel veel verschillende manieren te bereiken. En alle info kun je ook vinden op
bvhhubaarlaan17.nl.